meeste mensen die besmet werden, zijn gewoon hersteld van acute Q-koorts. Dus regelmatig vraag ik me af, waarom kreeg nu juist ik het Q-koorts vermoeidheidssyndroom? Wat ging er mis en waarom? Nou, Ruud Rijmakers doet in het Radboud UMC onderzoek naar de ontstaanswijze van QVS. Dit onderzoek doet hij deels in Nijmegen en deels in Australië, want daar vinden nog steeds besmettingen plaats. En nou mag ik hem opzoeken in Nijmegen. Ruud, u bent in Australië geweest. Dat klopt inderdaad. Ja, we hebben een onderzoek gedaan in Australië. We zijn een samenwerking aangegaan eigenlijk met een onderzoeksgroep die in Australië onderzoek doet naar Q-koorts. En ja, de insteek was eigenlijk dat we weten eigenlijk nog steeds niet precies wat nou de Q-koorts vermoeidheidssyndroom veroorzaakt. We hebben wel aanwijzingen dat er een probleem zit in het afweersysteem. Medisch wetenschappelijk onderzoek wijst op een probleem in het afweersysteem. Dat veroorzaakt wordt door een acute Q-koorts infectie. En het leek ons heel interessant om te onderzoeken hoe de afweercellen zich verhouden tijdens een acute Q-koortsinfectie en in de herstelperiode daarna. Dan kunnen we op die manier kunnen we een onderscheid maken tussen de afweercellen van mensen die gewoon herstellen van een acute Q-koortsinfectie en de mensen die QVS ontwikkelen. Waarom Australië? Nou, gelukkig in Nederland komt acute Q-koorts dus niet meer zoveel voor. In Australië is het echter nog steeds een endemische ziekte. Dus daar worden nog dagelijks mensen ziek? Inderdaad. Ja, dus de onderzoeksgroep waar wij met de samenwerking mee aan zijn gegaan, die zien ook nogal dagelijks dat soort gevallen voorbij komen en dat ziektebeeld ook voorbij komen. Ruud, wat zijn de bevindingen in de ontwikkeling van acute Q-koorts naar QVS? Nou, wat we hebben gevonden is dat de afweercellen van patiënten met een acute Q-koortsinfectie eigenlijk zo vlak na de infectie toch wel heel anders geactiveerd lijken te zijn dan de afweercellen van gezonde proefpersonen. Wat we daarnaast hebben gevonden is dat de veranderde activatiepatroon echt nog 6 maanden na die infectie, dat dat nog steeds aanwezig blijft ten opzichte van de gezonde proefpersonen. Een andere interessante bevinding die we hebben gedaan is dat patiënten die normaal herstellen van een acute Q-koortsinfectie ook een ander activatiepatroon vertonen ten opzichte van de patiënten die klachten blijven houden na een acute Q-koortsinfectie. Ofwel de mensen die dus QVS ontwikkelen. Dus daarin worden dezelfde patronen gezien? Ja, en met patronen bedoel ik dan ook echt bepaalde genen van die afweercellen die wat minder of juist wat meer tot uiting worden gebracht ten gevolge van zo'n acute Q-koortsinfectie. En dan ook zo echt 6 maanden daarna nog. Dus de 6 maanden, die periode die wij mensen geven om normaal te kunnen herstellen van een infectie. En als je na 6 maanden echt nog klachten hebt, dat je kan spreken van chronische vermoeidheid bijvoorbeeld, zoals bij Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Betekent dit dat er met de bevindingen van dit onderzoek een behandeling van QVS ontwikkeld kan worden? Nou, voordat we een behandeling kunnen ontwikkelen, moeten we echt wel eerst wat meer informatie gaan verzamelen. Maar we leggen hier natuurlijk een hele mooie basis mee van het effect van de Q-koortsbacterie op de afweercellen, het herstel van die afweercellen en de relatie tot het ontwikkelen van QVS. Dus als we uiteindelijk uit deze informatie, natuurlijk ook uit de informatie van andere studies, bepaalde factoren kunnen identificeren die zijn geassocieerd met het ontwikkelen van QVS. En dan kun je vervolgens met ander onderzoek, met nieuw onderzoek, gaan kijken of je bepaalde factoren kan aangrijpen en misschien zodoende kan gaan voorkomen dat patiënten QVS ontwikkelen na een acute Q-koortsinfectie.